Ik ben ondertussen 72 jaar, dus het ligt een beetje voor de hand dat je geregeld naar een dokter moet gaan. Voor een controle of wat dan ook meer zijn, voor een klacht. En zo ben ik sinds ik een jaar geleden deze kant uit kwam wonen, bij een huisarts terechtgekomen die van origine uit Afghanistan komt. Niet helemaal gebruikelijk natuurlijk, maar goed, een arts is een arts. En komt er eigenlijk op neer dat ik een heel goed gesprek met hem gehad heb in het begin. En dat ik met hem een hele leuke band heb weten op te bouwen. Het is zelfs zo dat het initiatief is van mij uitgegaan. Ik tutoieer hem eigenlijk gewoon. En omdat ik me zo vrij voel bij hem, heb ik in de loop der tijden ook gewoon dingen kunnen aandragen waar ik eigenlijk normaal niet zo snel mee naar een dokter loop. Ik heb er met hem allemaal open over kunnen praten. Nou goed. Ik ben dus afgelopen vrijdag ga ik naar hem toe omdat mijn bloeddruk wat hoog was. En ik meende dat mijn medicijnen daarvoor moesten aangepast worden. Neem me niet kwalijk. En hij noteert alles. Hij zegt het een en ander tegen me. En hij zegt op een gegeven moment, nou dat zal dan de laatste keer zijn dat we elkaar zien. Want ik ga hier volgende week weg. Ik kijk hem aan. Ik zeg, volgende week weg. Nou is het zo, het is een praktijk met drie artsen. Ik denk een soort maatschap. Daar is er één van weggegaan, maar daar hangen dus drie karikaturen aan de muren van die artsen. En van die dokter die weg is, die hangt er nog steeds. Ook zijn naam staat er nog steeds. En ik vroeg er wel eens naar. Ja, dat was een financieel conflict wat ze hadden. Dat zou wel opgelost worden. Maar dus, daar ging ik er dus eigenlijk bij vanuit dat uiteindelijk hij dus de nieuwe arts was die in de plaats van die andere kwam. Alleen moest dat allemaal nog eventjes afgewikkeld worden. Dus ik was dus oprecht verbaasd dat hij zei dat hij volgende week wegging. Ik zei, ja, wat is dan? Gaat het om geld? Weet je wel, hè? Ik denk, ja, misschien, wat kost nogal wat, zo'n praktijk inkopen. Ik zeg, nee, daar ging het niet om. Ben dan iemand, ik blijf doorvragen, ik wil toch weten. Want ik was ook teleurgesteld. Ik denk, verdorie, nou heb ik eens een dokter waar ik het goed mee kan vinden en dan verdwijnt hij. Nou, het kwam er eigenlijk op neer dat hij zei dat die collega's het niet zo met hem zagen zitten. Nou, toen viel me echt. De schellen van de ogen, zeg maar, of wat dan ook, hoe je het ook wil noemen. Ik denk, dat kan toch niet bestaan, weet je wel. Daar moet gewoon een andere reden voor zijn. Waarom kunnen ze niet met hem samenwerken, terwijl ze dat al een jaar gedaan hebben ondertussen? Kijk, als het niet was gelukt, hadden ze dat na een paar weken wel geweten. Dus ja, ik was er echt helemaal van ondersteboven. Dus ik nam afscheid van hem en ik ging direct naar het loket van de assistenten en ik wil wel even iets kwijt. Ik zeg, want ik vind het er eigenlijk wel een beetje te gek voor woorden. Maar dan gaat die dokter weg omdat die collega's het niet met hem kunnen vinden. Nou, die assistenten die werd er helemaal verlegen van. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Weet je wel, het ging om financiën. Nou, laat ik het allemaal in het midden. Ik weet het ook niet precies en ik ga ervan uit dat iedereen integer en eerlijk is in zijn uitlatingen. Maar waar het mij eigenlijk op neerkomt, je bouwt een relatie op met iemand, een vertrouwensrelatie. En dan op een gegeven moment blijkt dat hij eigenlijk toch niet dat dienstverband heeft wat hij eigenlijk voor had. Of wat misschien in het begin is afgesproken. Of in ieder geval wat ik heb begrepen dat het zou zijn. Dus ja, ik voel me eigenlijk behoorlijk gepasseerd als patiënt. Want dan moet ik weer met een nieuwe gaan kennismaken. Of ik moet een van die anderen nemen. En ik weet niet hoe ze erin hebben gestaan in dat conflict natuurlijk. Ik kan me daar van alles bij voorstellen. Ik kan me misschien voorstellen dat uiteindelijk dat ze denken, nou ja, dat is een Afghaan. Hij spreekt dus geen vloeiend Nederlands. Maar als ik dat vergelijk met in het begin, hij kan zich heel goed uitdrukken in de Nederlandse taal. Voor iedereen begrijpelijk. Hij werkt ook heel aanschouwelijk. Hij heeft modellen, gipsen modellen.
Dan wijst hij aan waar het zit. Hij draait het scherm voor je, weet je wel. Kijk, dat zit zo en zo in elkaar. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Echt niet. Ik heb al heel dokters versleten. Maar dit had ik nog nooit meegemaakt. Ja, ik wil er eigenlijk voor pleiten dat hij terug moet komen. Geen gedonder. Hij moet gewoon blijven werken. Want uiteindelijk, als hij volgende week zonder werk zit, dan is hij ook nog eens een keer werkeloos. Want ik vroeg nog aan hem: heb je iets anders in het vooruitzicht? Nee. Hij was ook echt teleurgesteld en aangeslagen. Ja, dat doet me wat. Ik vind het rot voor die man. En ik vind het een toffe kerel. Maakt me niet uit waar hij vandaan komt. Dat draagt allemaal bij aan de kleurrijkheid van onze samenleving. Zo vind ik het. Ik wou dat even kwijt. Ik ga dit nou op YouTube zetten. En morgen heb ik wel weer een verhaal. Want ik ben van plan, ik kijk wel eens naar de wereld draait door, maar ik denk heel vaak de laatste tijd van, ja, mijn wereld draait ook door. Misschien niet zo groot als die van Hilversum, maar mijn wereld draait ook door. En ik heb altijd wel iets te melden, want ik ben iemand die goed oplet om me heen. Dus let erop, morgen ben ik er weer. Mensen, bedankt.